Ik ben Quirino, 10 jaar en ik speel bij Heerenveen, onder 11. Quirino Schaken is een van de nieuwe gezichten in het team van onder 11. De jonge verdediger past zich gemakkelijk aan in zijn nieuwe omgeving en is daarom door de trainers van SC Heerenveen verkozen tot jeugdspeler van de maand augustus. Jij bent nu dat jeugdspeler van de maand. Waarom ben jij het geworden, denk je? Omdat ik het ben geworden omdat ik net van Feyenoord kom en dat ik me goed kon aanpassen aan het team. Quirino komt heel simpel gezegd van Feyenoord en is een hele ingetogen jongen, heel introvert. En die is eigenlijk in de eerste maanden heeft hij zich heel snel weten aanpassen. We zijn ook heel veel wel met hem bezig geweest om hem vertrouwen te geven. En in die vertrouwen die we hem gaven merkte hij wel dat het gaandeweg steeds beter zou werd met hem. En hoe komt het dat je nu hier speelt? Ze vonden me goed en toen kwam ik hierheen. Als je kijkt naar Ajax, PSV, Feyenoord, ja, dat zijn jongens die allemaal net wat brutaler zijn. En ja, ik denk voor hem zelf is Heerenveen wel een ideale club. Hè? Want hier komt hij, kan hij in alle rust, in alle ruimte en tijd, kan hij gewoon leren en een betere voetballer worden. Ja, wat voor soort voetballer ben jij? Verdediger. En wat moet een verdediger goed kunnen? De bal afpakken. Hij zegt het zelf ook al, ik ben echt een verdediger. Ja, en op het moment dat we denken, ook op het moment dat we hem voorin zetten, zal hij ook ongelukkig worden. Dus we zetten hem ook wel, op het moment om hem te ontwikkelen, willen we hem ook wel meer achterin zetten. En daarin merk je gewoon in zijn keuze die verdediger maakt, dat het wel echt een verdediger is. Ja, want ja, wat doet hij bijvoorbeeld goed als verdediger? Ja, als verdediger zijn, hij is heel, op het moment dat we in ondertal komen, dan is hij heel erg dat hij echt aan het ophouden is al. En uiteindelijk, bij de meeste jongens van onze leeftijd zie je echt dat ze op deze leeftijd nog heel veel vooruit willen verdedigen. En dat doet hij niet. En voor de rest, ja, aanvallend gezien, maakt hij echt aan de bal. Dan zie je gewoon, op het moment dat je met hem over voetbal hebt, over van waar moeten we naartoe spelen. We willen graag via de spits opbouwen, via de middenvelders of een 2-1 uitspelen. Ja, dat slaat hij echt op en dan gaat hij echt mee aan de slag. Zijn achternaam doet het al vermoeden. Quirino is de zoon van oud-international Ruben Schaken. Komt echt uit een voetbalfamilie, hè? Ja. Leg eens uit, hoe zit dat? Nou, mijn vader die speelde bij Feyenoord en ADO. En toen had hij mijn broertje en ik heel veel geleerd. En daarom zijn ze goed ook geworden. Ah ja, je merkt wel dat het uit de voetbalfamilie komt. Hè. Je merkt wel dat het qua voeding goed zit, hè. Qua rust, qua slapen. Hè. Uiteindelijk ja, ze zijn ze gewoon opgevoed met dat papa profvoetballer was. Ja, en dat merk je wel. Maar voor de rest, het is een jongen en nog een kind. Hij heeft veel plezier in het doen van zijn sport die hij leuk vindt. En daar zorg ik ook voor dat hij blijft houden. Legt je vader je veel uit van hoe dingen moeten in het voetbal? Ja. Wat zegt hij dan bijvoorbeeld? Wat voor dingen je beter kan doen. En ja, dat eigenlijk. En wat voor dingen zijn dat dan bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld midden dicht houden, dat. Ja, als je kijkt waar hij best wel in dat opzicht nog stappen in kan maken, is met name dat hij leert verdedigen met ruimte in zijn rug, om het zo maar te zeggen. En met name bedoelen we mee omdat hij sneller moet leren draaien om zijn as. En om uiteindelijk nog sneller, op met als de tegenstander een lange bal speelt, dat we sneller druk kunnen krijgen en sneller weer de bal op kunnen pakken. Ja, en zijn tempo. Ja, af en toe heeft hij net nog achterin, dat duurt het wat te lang voordat hij een beslissing neemt. Ja, dat kan wel sneller. Aannemen, dat kan wel beter. En de bal strakker inspelen. Oké, okay, duidelijk. Jouw vader was natuurlijk profvoetballer. Ga jij dat ook worden, denk ik? Ja.